Mag je eigenlijk carnaval vieren na zo'n wedstrijd? Ja, ik weet niet. Ik ben zelf niet van de carnaval ook, maar uiteindelijk is winst de winst, dus zo moet je het zien. Maar mag je wel feesten na zo'n wedstrijd? Gebeurt dat in de kleedkamer? Ja, ik denk niet echt om eerlijk te zijn. Iedereen hoopt natuurlijk om, om op nog betere resultaten, misschien een grotere doelpuntenverschil. Maar uiteindelijk is het toch een 2-1 geworden, maar daar moeten we uiteindelijk ook wel blij mee zijn. Hoe beleef jij die wedstrijd? En met name die eerste helft, denk ik? Ja, voor ons was het een beetje wennen met het veld en dergelijke. Soms wat stroef, soms wat snel. En uiteindelijk maken hun de 1-0. En dan gaan ze een beetje ingraven natuurlijk. En dan moeten wij een beetje de ruimte gaan zoeken en dergelijke. Dat lukte ons niet in de eerste helft. En de tweede helft hebben hun een rode kaart. En uiteindelijk beslissen wij gewoon de wedstrijd. Ik had het idee dat jullie ook een beetje lieten aftroeven door het fysieke spel. Waar zij heel graag jullie in mee wilden slepen eigenlijk. Ja, tuurlijk. Ja, dat is natuurlijk hun spel. En dan, dan moeten we slim zijn. Vooral aan de bal. Dan moeten we dan... gewoon de bal laten gaan natuurlijk, zodat we uit die duels blijven. En natuurlijk verdedigen met lange ballen en dergelijke moeten we gewoon ook in die duels komen. Anders winnen hun alles. Ja, want wat gebeurde daar nou bij die eerste goal van hun? Dan heb ik het idee dat jullie willen opbouwen. Mm-hmm. Wat gebeurt daar? Ja, klopt. We wilden opbouwen en er zit een hoge druk. Ibi kreeg de bal in het midden en die zag geen opties meer. En die wilde de bal naar de zijkant spelen. Dan komt hij nog op je hak volgens mij uiteindelijk. Ja, klopt. En toen kwam hij linksbuiten opdribbelen. En ik hield mijn benen een soort van half dicht en hij ging er toch doorheen met de stuit en uiteindelijk komt hij precies bij de spits. Oh. Would you like to see him again? Sorry? Would you like to see him again? Yeah, yeah, where the sound was really good, really good. I love it, yeah. Good shot, good goal. I'm really happy with that. What were you thinking at that moment? Yeah, just thinking to score the goal, to shoot the goal. I was free, so yeah, it was top. Yeah, it was such an I hit good the ball, so. And it was such an important moment, eh? Yeah, it was important moment, yeah. We are happy to get the 3 points here. It was difficult, tough match, and yeah, we got the 3 points. I was wondering, does it even matter if you play on the left or on the right side for you? Yeah, really, it's not easy to say, but it's, yeah, I'm feeling well playing left or right. Yeah, and with the support of the coach, of my teammates, yeah, now they need me, and that's important that I'm there, and I'm happy that I'm playing good level as a left back and as a right back, and if they need me, I'm there. Were you guys a little bit tired today, except you? Not tired, but I think we were not in a good mood in the first half. I don't know why we are not in the duels. We did win a lot of duels. We had a short cover time because we float from Israel Friday and then we have really short. But the good thing is in the second half we could turn the game, and we got the 3 points, and that's the most important thing. We didn't play the best football, but we got the 3 points and that's the most important. Volgens mij heeft AZ gewonnen, dus dan lopen we weer uit op Feyenoord. Maar wij kijken niet naar beneden, we kijken naar boven. Dus